Nou, ik ben Jeroen van Zetten. Ik ben 33 jaar oud. In Koningsgravenpolder. Dat is een plekje vlakbij Goes. En ik ben getrouwd en ik heb 3 kinderen. Nou, ik heb inderdaad een aantal keren niertransplantatie gehad. In totaal 4 keer. Waarvan 3 keer van een familielid. Nou, die zijn allemaal na verloop van tijd zijn die afgestoten. Of hebben gelijk na de transplantatie niet meer hun werk niet meer gedaan. Toen ben ik de 4e keer, moest ik opnieuw getransplanteerd worden. Dat was vanaf 2014 was dat. Ik heb toen een poosje gedialyseerd. En uiteindelijk moest er natuurlijk een nieuwe niertransplantatie moest er gebeuren. Het probleem was alleen dat ik heel veel antistoffen in mijn bloed had. Waardoor gewoon een normale transplantatie zomaar niet meer door kon gaan. En daarvoor heb ik toen een behandeling gehad. Waarbij de antistoffen die in mijn bloed zaten gefilterd zouden gaan worden. En dat is dan vooraf gegaan aan de laatste transplantatie die ik in 2017 heb gehad. Het was zo dat die behandeling, nou, we weten een aantal keer experimenteel is uitgevoerd in het Erasmus. Maar dat er nog geen goedkeuring door de verzekering was gegeven om dat te vergoeden. Mijn oom heeft een crowdfunding met een aantal vrienden en kennis toen opgezet. Wat heel professioneel was aangepakt om het mogelijk te maken dat er toch weer opnieuw een transplantatie zou plaats kunnen vinden. En ook de behandeling doorgang kon vinden doordat er geld aanwezig was om dit mogelijk te maken. Ja, dat ging wonderlijk snel. Maar we waren echt zelf ook wel gespannen van gaat dat lukken of gaat dat niet lukken. Maar binnen een periode van 6 weken hadden we het geraamde bedrag ruimschoots overschreden. Heel veel acties, het liep spontaan van zangavonden tot voetbaltoernooien, tot fietstochten, tot markten die werden georganiseerd, tot giften die gewoon binnenkwamen. Plus dat we nog een meevaller hadden dat de zorgverzekeraar die in eerste instantie niet zou vergoeden, toch de behandeling die vooraf nodig was, namelijk alle antistoffen zoveel mogelijk uit het bloed van Jeroen filteren, die bleek uiteindelijk toch bereid om die ook te vergoeden. Toen hebben we een stichting opgericht, de stichting Een Nier voor Jeroen, vanuit dat comité waarmee we die actie hebben gestart. En in de doelstellingen van die stichting hebben we ook vastgelegd, nou, de eerste doel is de transplantatie voor Jeroen mogelijk maken. Maar mocht er geld over zijn, dan willen we dat gebruiken voor ander nieronderzoek. Dus dat hebben we netjes notarieel ook vast laten leggen. Dus toen er geld overbleef, dan zeggen we, ja, dan gaan we dat ook gebruiken voor ander nieronderzoek. Dan zou dat een gift bijvoorbeeld aan de Nierstichting kunnen zijn. En toen kwam via dokter Roodnat kwam het contact over een programma dat ze wilden ontwikkelen om ook voor andere heel moeilijk te transplanteren patiënten kijken of ze de match via een computerprogramma meer mogelijkheden konden onderzoeken. En dat sloot natuurlijk uitstekend aan bij de stichting, doelstelling van de stichting. Want zo helpen we niet alleen Jeroen, maar zo kunnen we mogelijk een groep van veel meer mensen helpen die in vergelijkbare problematiek zitten. Dus dan hebben we ons als stichting de middelen daarvoor zijn we nu aan het aanwenden. Om samen met het Erasmus te kijken hoe dat programma verder vervolmaakt kan worden. Ja, de ervaringen in het Erasmus MC waren voor mij altijd positief. Ik weet dat er altijd kundig door de artsen gewerkt wordt. Maar ook in de tijd van het wachten dat er altijd wel een terugkoppeling was van hoe ver staan we nu. Ook de kans realistisch. Het kan ook altijd dat het misgaat. En dat er geen match gevonden wordt. Dat hebben ze mij ook altijd voorgehouden. Gelukkig is dat niet zo geweest. Maar altijd was er een vriendelijke benadering, professionele benadering. Ook tijdens de opnames in het ziekenhuis, die ik meerdere malen hier heb meegemaakt, ja, was de zorg altijd goed. En heb ik me als patiënt altijd wel veilig gevoeld. Ik voel me nu ontzettend goed. Ik denk dat ik me net zo voel eigenlijk als de mensen om me heen. Tuurlijk blijf je altijd nog een stukje nierpatiënt. Dat is vooral als je terugkomt in het ziekenhuis, even voor de controles. Maar daarnaast heb ik gewoon mijn werk, heb ik mijn gezin. Ik werk weer 31 uur per week op de endoscopieafdeling in het ziekenhuis als verpleegkundige. Ik heb mijn gezin die ik weer mag onderhouden, waar voorheen de rollen omgedraaid waren. Dat mijn vrouw veel werkte en dat ik altijd thuis was. Is dat nu dat ik aan het werk ben voor 31 uur per week. Ik heb weer energie om te leren voor mijn opleiding, om voor mijn gezin te zorgen. Om gewoon mijn hobby's weer te doen, om gewoon weer te zijn wie ik echt ben. Gewoon gezond. En daarom zie ik de toekomst ook wel ook hoopvol tegemoet. En blijft natuurlijk altijd spanning een beetje in je achterhoofd van hoe lang blijft het goed gaan. En ben je dankbaar dat de nier zo goed functioneert. En hoop je natuurlijk ook dat ook de komende jaren dat ook zo blijft gaan. En dat ik nog lang de dingen mag doen die ik op deze manier ook doe.